Weet u hoeveel slachtoffers ons leger in Afghanistan heeft gemaakt? Weet iemand hoeveel gewonden er zijn gevallen dankzij ons leger in Afghanistan? Ons ministerie van Defensie zegt niet bij te houden hoeveel slachtoffers wij maken. De voormalig commandant van de strijdkrachten, Dick Berlijn, kreeg de vraag hoeveel taliban-strijders het Nederlandse leger had gedood. En hij antwoordde: dat is geen criterium dat wij relevant vinden. Nu die ook toegeeft dat het vaak moeilijk is om vast te stellen of iemand taliban of burger is, betekent dat dat ook burgerslachtoffers geen criterium is dat het Nederlandse leger relevant vindt. En daarmee ontbreekt een van de belangrijkste maatstaven om de oorlog te meten. We zeggen immers dat we ook in het belang van de burger en zijn veiligheid in oorlog zijn, maar we weten niet welke prijs die burger betaalt voor de oorlog. Als er veel slachtoffers onder burgers vallen, dan komt er meteen de vraag op naar het nut en noodzaak van die operatie en de technieken die daarbij zijn gebruikt. En nieuwe militaire acties kunnen op die informatie afgestemd worden. Al met al komt onze onwetendheid over burgerslachtoffers die we maken dicht bij ontkenning. Er vallen geen slachtoffers of er vallen nauwelijks slachtoffers. En dat komt ons goed uit.